Jongens die het net niet gehaald hebben tot die A-finale. Het zijn Luc Schoolman, Jacco Pater, Tigo Luijnen, Max van der Hoven, Pascal Mens en Nick Jansen. Eens even kijken, dus los sprinter hier die zijn eerste de bocht in gaat. Dus Luc Schoolman, hij gaat aan de leiding, neemt daar Putten met zich mee. En het is even kijken voor Putten, Tigo Luijnen op plaats nummer 2. En er zit erachter Jacco Pater, zijn clubgenootje, eveneens dus uit Putten. En dan is het Nuland op plaats nummer 4, is Max van der Hoven. Maar daar helemaal voor in het veld is het los sprinter Luc Schoolman. Hij heeft ook een behoorlijke voorsprong ten opzichte van de mannen uit Putten. Hij stevend af voor op de titel, the best of the rest. Hij wint inderdaad de B-finale hier in Klasina Veen. In de categorie promotieklasse jongens. We gaan naar de A-finale deze klasse.